Dit is Johan Chapelain. Hij werkt 13 jaar als procesoperator bij Heineken. Na een burn-out wordt het werken in ploegendiensten hem te zwaar. Hij belandt in de WW en na een jaar moet hij een bijstandsuitkering aanvragen. Maar de aanvraag loopt vertraging op en een voorschot krijgt hij niet. Hoe doe je dat? Ja, bij vrienden aanklopen, bij familie aankloppen. Ik heb nog niet eens geld om te eten. Ja, het is gewoon van links naar rechts. Per 1 juli heeft de gemeente het beleid veranderd. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt, krijgt eerst een inspanningsplicht. Pas na 4 weken mag je je papieren inleveren en wordt je aanvraag bekeken. De eerste 4 weken krijg je überhaupt moet je van de wind leven en maar zien hoe je de huur betaalt en de Eneco. Ja, dat levert problemen op, met name voor de mensen die geen spaarpotje hebben om die eerste periode te overbruggen. In schijnende situaties dan hebben mensen altijd gewoon recht op een regeling om ervoor te zorgen dat ze niet in broodnood komen. Maar die broodnoodregeling, dat is 100 euro. En daarmee is de huur niet betaald. Ik sta over 2 weken steek op straat, want ik kan niet meer betalen. Volgens Rita den Arend is de nieuwe regeling in strijd met de wet die voorschrijft dat mensen er recht op hebben om binnen 4 weken een voorschot te ontvangen van 90%. Nou, in dat nieuwe beleid van de gemeente Rotterdam heb je binnen die 4 weken nog niet eens je stukken mogen inleveren. Dus de gemeente kan nooit aan die wettelijke plicht van dat voorschot voldoen. Als haar klacht bij de directie van de sociale dienst geen gehoor krijgt, gaat Rita den Arend naar de ombudsman. Wethouder Florijn is bereid om de regeling nog eens te bekijken. Als er nou knelpunten in ons beleid zijn, dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen dat als mensen daardoor in de knel komen, dat je die oppakt en kijkt waar de oplossing zit. Dus die handschoen pak ik sowieso op.